Hallo Hendrik, wat hebben we allemaal voor het do-it-yourself diddlybow pakket? We hebben een snaar, we hebben een oogbout, we hebben een stemmechaniek met de beide schroefjes. We hebben twee schroeven die hier komen, twee houtschroeven, waar de hals straks aan vastgemaakt wordt. We hebben natuurlijk een hals en we hebben deze M8-bout, die hebben wij als brug, of als kam bedoel ik, en die komt hier te zitten straks. Dan gaat de snaar overheen. Zoals je kan zien zit hier een kleine uitsparing. Daar valt hij precies in. Het stemmechaniek, dat komt natuurlijk hierin. Van de onderkant naar boven, de gaatjes voor de schroefjes zijn al voorgeboord. Het is wat moeilijk te zien hier op de video, maar ze zijn voorgeboord. Natuurlijk hebben we ook een sigarendoos. En in die sigarendoos zit bij dit type, voor degene die dat graag wil, het piezo element, waardoor het elektrisch versterkt is. Hier kan je een gitaarplug op aansluiten en dan kan je hem elektrisch versterken middels een gitaarversterker, of Dutch Instruments For You verkoopt ook cigarbox versterkertjes. Dat zijn handige versterkers die op batterijen of op 220 zijn en ingebouwd in een sigarendoos. Hoe ga je te werk? Hier staan alvast twee streepjes op de hals. En het mooiste is als je de hals op deze manier doet. Je legt de doos zo voor je neer. En dan doe je de hals er zo in. Precies op de streepjes. Kijk, hier staat een streepje. Daar staat een streepje. En dan doe je eerst even de doos dicht. Kijken of die past, of die goed zit. Kwestie van voorzichtig zijn. Het is natuurlijk wel een sigarendoos. Je kan hem nog een klein beetje heen en weer schuiven als hij niet goed voor de gaatjes zit. Ja, nou zit hij er mooi recht voor. Doe hem even weer open. Het piezo elementje zelf kan je hier zo even met een beetje tape plak je hem aan de zijkant. Plak je hem zo vast aan de hals, zodat hij het geluid goed door kan geven. Ik doe het nu even niet. Maar dat kan zo met een stukje schilderstape of met andere plastic tape, maakt niet uit. Maar in ieder geval, dit is de voorkant van het elementje. Daar zit het, zeg maar, het microfoongedeelte. Plak je zo ergens hier aan de zijkant. Wel zo, dat het deksel nog dicht kan natuurlijk. Dus iets onder de rand. Plak je hem, doe je er zo omheen. Met een tapeje dat hij goed vast zit, niet heen en weer kan. Want dan krijg je extra rare geluiden. En dan doe je de doos weer dicht. Nou, vervolgens hadden we dus al, deze hadden we dus eigenlijk al gemonteerd. Ik zal hem even zo losjes erin doen. Moment. Zo. Dan nemen we de oogbout. Hier staat ook weer een streepje op, zoals je kan zien. Oogbout leggen we precies daarop. Iets omhoog. De snaar gaat hier aan de onderkant erin. Daar zit een, zoals je kan zien, ik kan het misschien beter dan deze laten zien. Daar blijft hij achterhaken. Bij deze snaar kan je dat goed zien. Die blijft er achterhaken. Aan de onderkant naar boven. Door dit ding heen. Ga je zo hier overheen. Het is wat lastig met één hand. Over de bout. Die bout die leg je daar in die uitsparing. En dan uiteraard doe je hem hier door het gaatje heen. Zoals bij deze. En dan zet je hem op spanning. Dat noemen we de tuning. Voor tunings, dit is een A-snaar bij deze. Die kan je tunen in een G of in een A. Dat moet je dan zelf weten. Even niet te strak draaien, want dan komt er te veel op spanning. Ik zal straks eens even kijken of ik een videootje kan maken met tunings. Met een A-tuning, zeg maar. Nou, natuurlijk zit er ook een bottleneck bij, die wordt meegeleverd. En met die bottleneck kan je de cigarbox gitaar natuurlijk bespelen. Want voordat je dus die snaar erop legt, eerst even die schroefjes vastdraaien. Die beide schroefjes, deze erop, snaartje eroverheen en klaar is die. Heel veel succes ermee!